Zo, hallo allemaal. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe live video van UC Dance. En we zien al heel veel mensen erbij komen. En ik zie net in de chat. Ik ga even snel spieken. Robin. Reza is erbij. Super leuk jongens. We gaan lekker met elkaar aan de slag. Als je tussendoor vragen hebt, kun je gewoon lekker eventjes een berichtje sturen. Of een opmerking. Of gewoon een beetje liefde wil sturen. Dan mag dat ook. We gaan lekker met elkaar aan de slag. Komt-ie. Vandaag gaan wij... Moet ik even goed nadenken? Drie verschillende dingen doen. We beginnen met een opwarming. We gaan daarna zometeen verder met een kleine techniekoefening. Misschien, als we de tijd voor hebben, een beetje aan die buikspieren. En natuurlijk met een nieuwe choreo gaan we aan de slag. Je begint. Heupbreedte. Voeten zijn naast elkaar. Als je dat wilt checken, je kunt altijd twee vuisten tussen je voeten doen. Sta je altijd goed. Je begint zometeen met je rechterhand op je schouder. Je gaat rond naar voren. Rond. Je reikt tegenovergestelde arm en been omhoog. Vanuit hier drop je je arm en je hoofd. Boom. Opzij. Je verplaatst het gewicht. Twist. En je draait door. Draai hem door. En. Yes. Nog één keertje. Vijf. En zes. En vijf. Zes. Zeven. Acht. En rond. Naar voren. En rond. Omhoog. Hang uit. Opzij. Twist. Draai hem door en sta. Andere kant. Rond. Naar voren. En rond. Rijk op. Drop zij. En twist. Draai terug. Zes, zeven, acht. Ja, nog één keertje. Heel langzaam. Rond. Naar voren. Rond. Tegenovergestelde arm en been. Nu laat het gewicht zijwaarts vallen. Verplaats het gewicht. Twist naar je been toe. Rijk je armen, rijk je been maar weg. En draai. Rond, achterlangs, naar voor en rijk omhoog, hang opzij, twist, draai rond en door. Hebben we het tot hier? We gaan een klein stukje verder. Je gaat scheppen van laag naar hoog en terwijl we dat doen, stappen we opzij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu stap je naar voor met je rechtervoet. Ja, stap naar voren, je hit je ellebogen. Boom. Yes, dus we zijn hier. Zwiep. Hit. Plié, oftewel je buigt je benen, je springt naar achter. Gooi over de tafel. Ja jongens, gooi. Draai hem rond en geef weg. Yes, ik ben trouwens vergeten te zeggen. Het is een moderne les voor tieners en volwassenen. Maar mocht je nou jonger zijn en denken, ik kan dit ook. Gewoon gezellig meedoen, hè. Waar waren wij? Scheppen. Schep omhoog. En andere kant. Je stapt naar voor. En gooi, draai hem rond en weg. Andere kant. Schep omhoog. Andere kant op. Stap naar voor. Ellebogen over de tafel. En geef hem weg. Ja, als we alleen eventjes naar de armen kijken. Die laat je zijwaarts vallen. Je ellebogen hitten. Je gooit daarna over de tafel. Neem je armen over je borst en via je schouders geef je het weg. Nog één keertje langzaam die armen. Schep omhoog. Schep omhoog. Laat hem vallen. Elleboog over de tafel. En geef hem weg. Ja, dat was al deel 1 en deel 2. We gaan hartstikke snel. We nemen hem nog een keertje door. Vanaf het begin. De 5 en de 6. En 5, 6, 7, 8. Rond. Keur voor. En rond, rijk, omhoog, drop, boom, en twist. Draai rond en sta, andere kant. En rond, rijk op, drop zij, twist. En tot hier, je schept omhoog. 2, 3, 4, opzij, 6, 7, 8, nu stap en hit, plié, en gooi, en draai, en rond, reverse. Tada, opzij, padada, stap naar voren, elleboog. En gooi, draai rond. 6, 7, 8. Kan ik een stukje verder? Even te spieken. Ik zie alleen maar spierballen. Spierballen zijn goed. Dus we gaan verder. Je bent erna uitgekomen. Na een laatste keer gooien en draaien. Je eindigt dan in een wijde positie. Tweede positie noemen we dit. Uitgedraaid, oftewel je tenen. Wijzen niet naar voren, maar opzij. We gaan naar side curves. Je buigt. 1 been, je komt opzij. 2 benen, curve to the front. 1 been, terug opzij, maak hem nu helemaal
open. Reverse terug in het midden. Andere kant. Overhoog. De benen. Smokkel hier. Terug naar parallel. Sluit hem bij. Zijn we klaar voor? Deze komt maar één keer. Ergens halverwege. Je hoort mij gewoon meeroepen. En je kunt lekker meedansen met je scherm. Dus aan de slag. Komt-ie. Op muziek. Kom klaarstaan, je staat parallel. Schouders naar achter, buikspier actief. 5, 6, 1. Rijk omhoog. Trap. 6, 1. Rechterarm. Zo. Gaat goed, Angelica? Reza, lukte het? Lekker bezig. Oké, we gaan een stukje verder naar een kleine techniekoefening. Die is nieuw voor iedereen die ooit maar van mijn les heeft gehad. Nieuw. Dus, wat je doet, je staat zo meteen parallel. Wederom, twee vuisten tussen je voeten. Benen zijn zacht. We krijgen zo meteen een plié. Buig je benen en strek. Buig je benen rijk mee omhoog. We gaan naar een grand plié. Daarbij kom je helemaal omlaag. En weer terug omhoog. Front curve, kantel en terug. Belangrijk is daarbij, ik ga eventjes zijwaarts staan. Bij een demi plié buig je je knieën, maar laat je je hielen aan de grond. Yes, dus hou die plat. Niet je ribben uitgooien, hou ook hier het contact. Armen zijn recht opzij vanuit je schouders. Demi plié omhoog. Een grand plié. Ga door die demi plié heen voordat je hielen loskomen. Ga nou niet zitten. Werken met die benen. Je blijft een stukje omhoog voordat je weer omhoog rijdt. Yes. Komt-ie. De 5 en de 6.
En 5, 6, 7, plié. En rijk op. Omhoog, grand plié, omlaag. 2, 3, 4, rijk op. Nu komen je armen ietsjes rond, je buigt naar voren. En weer terug. En dat doe je eigenlijk alsof je hier over een muurtje heen beweegt. Naar voren en weer terug. Een kleine isolatie van het bovenlichaam. Een front curve. Yes? Front curve. En terug. Vanaf hier gaan we naar een grand plié. Ik ga een klein stukje naar achter. Grand plié. 1, 2, 3, 4. Je wisselt schouders naar flat back. Je maakt jezelf hier helemaal lang. Die drop je omlaag. Daarna buigen je benen. Plié. Rechtstrek. Plié rol op. Onderrug, middenrug, bovenrug. En draai hem uit. Eerste positie. Flat back. Belangrijk. We komen in onze grand plié. Je wisselt hier. Boom, boom. Maak je rug nu helemaal lang in een tafelpositie. Hang niet te veel naar achter. Gewicht goed naar voren. Rug lang, schouders laag. En van daaruit drop. Yes, mocht je veel last hebben van je kuit of je hamstrings, buig je benen dan op tijd om te veel spanning te voorkomen. Het hele ding. 5, 6, 7 en plié. En neer. Plié, rijk op, omhoog, grand plié. 2, 3, 4, omhoog, front curve. Boom, parada, omlaag. 2, oh sorry. 3, 4, flat back. Drop, plié, en trek. Plié, rol op, rechts, links. Kom je uitgedraaid staan. Alles hetzelfde in een eerste positie. Plié, en terug. Plié, rijk, omhoog, grand plié, omlaag. 2, 3, 4, omhoog. Front curve en terug. Nu omlaag. 2, 3, 4. Let op. Onze knieën zijn hier naar buiten. Je gaat nu tikken. En op dat moment gaan je knieën mee naar voor. Zodat je hier weer in je parallel flatback bent. Drop. Plié. En trek. Plié. Rol hem op. Nu draai uit. En sta. In die tweede positie. Uitgedraaid. Plié. En op. Demi-plié, dus je gaat nog niet te diep. Zodat je nu met je grand plié kunt gaan zakken. Hop. Naar voor en terug. Omlaag. 2, 3, 4. Ook hier. Tik, tik. Terug parallel. Drop je naar voor. Plié. En strek. Plié, rol hem op. Tandu, sluit. Parallel. Kan alles links. Want we doen natuurlijk elke keer alles met twee armen. Eerste keer stappen we alleen uit naar de rechterkant. Tweede keer naar de linkerkant. Ja? Eventjes spieken of er wat vragen zijn ondertussen. Niet zoveel ruimte, maar het gaat prima. Dan werk je lekker in je eigen vierkante meter en wees daarbinnen creatief. Dat kun je. En verder, het gaat heel goed. Super. Nu krijg ik ook allemaal duimpjes. Dus, allemaal duimpjes. Ja, super. Allemaal duimpjes. Werk met de ruimte die je hebt, hè? In je eigen square box. Deze blijft gelukkig iets meer ook op je plek. Dus dat is fijn. Ja? We gaan hem gewoon een keertje proberen. Veel herhaling, dus we gaan hem in één rits eigenlijk achter elkaar door doen. Are you ready? Kom alvast lekker klaarstaan. Ik ga de muziek erbij pakken. Nicole, leuk dat je meedoet. En Silke, jij mag ook meedoen, hè? Ja. Oh, even een snel vraagje. Kunnen jullie mij goed verstaan met geluid erbij of niet zo? Vera! Ja. Heerlijk, zegt Nicole. Dan gaan we het gewoon proberen. Alles is goed hoorbaar. Ja, top. Duimpjes omhoog. Ja, hier ook. Top. Ja hoor, zegt Lucy. Lucy, lukt het? Heel goed. Oh, ja, daar gaan we. Lekker samen dansen. Yes, schud je benen een beetje los. Schouders naar achter. Heupbreedte parallel. 5, 6, 7 en plié. Rijk terug. En plié. Omhoog. Omlaag. Rijk op. Front curve. Dan plié. Step back. Op. Plié. Draai uit. Same kind of music. Left back.
Omhoog, draai uit. Ta, ta. Hey, hoor. Trap je. Hoor. Omlaag. Trappen, zakken. Uit je schouders, blijf omhoog. Nu stap. Super, super. Zeker, ja, hebben we nog tijd voor buikspieren? Yes, daar hebben we zin in. Let op, je kunt gewoon meteen met me meedoen. Als je me niet hoort over de muziek, goed kijken en dan komt alles goed. Yes, let's go! Hey Anna, hallo. Christel, is je mee? En dan ook. Oké, you drop this on the back. Let op, je rijdt op zij. Hold the back. Buikspieren, jongens. Robin, buikspieren, niet diepen. Yes! Haal voor de hand door de pittige. Die squeeze in die benen, squeeze in die benen. Laag hem dan. Haal vol. Laat ze naar binnen, benen lang op de grond. Blijven ademhalen. Jazeker. Let op, je draait je elleboog naar binnen. Hielen, open zij. Wil je dat moeilijker? Voeten op elkaar. Verwissel dat. Let op met de pinnen. Omhoog. Trap. Yes. Twist die knieën. Naar je ellebogen toe. Hou het. Hou het. Kom op, kom op. 4, 3, 2, 1. Hou vast. Weken niet zoveel gedaan, maar ze brengt jullie toch wel weer eventjes in beweging. Hoppatee. Lieve allemaal, pak even 1 minuutje voor een stokje te drinken en daarna gaan we beginnen aan onze nieuwe choreo. Yes? Tot over 1 minuutje!
Hebben jullie nog vragen? Dan stel ze eventjes, dan kan ik ze beantwoorden. Zweet, zegt iemand. Zweet. Zweet is goed. Goed bezig. Even lezen. Oh, allemaal leuke reacties. Smile, smile. Gaat het goed? Ja, volgens mij gaat het goed. Deze is pittig. Ja, Angelica, ik denk we zitten zo lang binnen nu. Kaart werken, hè? Ja, ja. Oké. Als je zover bent, kom rustig weer terug op je eigen dansvloer. Of het nou in je slaapkamer, woonkamer, kantoor aan huis is, waar je op de, in de tuin, wie weet wel. Zorg in ieder geval dat je lekker wat ruimte hebt. De choreo van zometeen heeft een redelijk tempo, dus ik ga hem eerst gewoon heel erg rustig uitleggen. Yes? Je springt zometeen op je voorste been en rijk naar voren. Stap er overheen, maak hem open. Draai door. En neer. Ja, nog één keertje. Je springt en je rijkt over een tafel. Let op, je mag hier best een beetje gaan hangen. Dus rijk. Stap er overheen. Je armen wave over elkaar heen. Open. Uitgebreid tweede positie. Maar hier komen we doorheen. Doorheen. Armen bij elkaar. Buig je benen. Kom neer. Nog een keertje. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5. We maken zo meteen een waaier. 6, 7, 8. Ja, ze waren hier gedropt. Je gaat met je arm van je publiek of de arm van de laptop, de tv, de telefoon waar ik dit met naartoe dans. Waaier je open en eindig klein. Nog een keertje. 5, 6, 7 en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Kan ik verder? Vera zegt, hoppa, de hond doet zelfs mee. De hond doet mee, yes! Daar wil ik video's van zien dan, hè? Stuur het op, stuur het op. We hebben als laatste gehad, waaier. Wat je nu doet, je springt naar achter en je maakt een X-sprong. X en je kruist je been achter. Voor degene die nog geen les van mij hebben, wat is een X-sprong? Je komt opzij, tik, tik. Dus je bent één moment even als een X in de lucht. Je gooit, zij, zij. Dus het gaat been voor been. Zie naar het verschil. Dit is twee tegelijk. En we willen 1-1. Ja. Even nog een ander vraagje. Ja. Wordt hier gesteld. Welk been... even kijken. Welk been nou springen? Welk been springt? Zien zij het gespiegeld van mij of niet? Ja. Wel. Ah, kijk, dat verklaart dan. Want ik heb alles in mijn dans al gespiegeld. Ik spring op mijn rechterbeen als standbeen. En mijn linkerbeen gooi ik de lucht in. Ja, dus je springt op rechts, gooi je linkerbeen, stap er overheen, we draaien achter onze rechterschouder aan. Drop, waaier naar de linkerkant. En vanuit hier spring je dan dus ook met het linkerbeen naar achter. Armen gaan open en slaan om jezelf heen. Tik, tik. Vanuit hier ga je draaien en steken. Dus je armen waren hier om jezelf heen, die maak je even open. Komen binnen door en omhoog. Je voeten die zijn hier al gekruist, zodat we hier kunnen gaan draaien. En het laatste stukje, slip je je voet bij. Ietsjes op tempo. 5, 6, 7 en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4. Ja, 3, 4 ben je hier. Je maakt dan een zwaai. En vanuit je zwaai ga je je been open tikken. Tik hem open, hang uit naar achter. Yes, dus je zwaait naar voren, tik je been open. Eén arm gaat mee, achter. Zeg ik dit goed? Een momentje hoor. Ja, dus je zwaait, je tikt, je rijdt naar achter. En van hieruit gaat het gewicht terug naar voren. 1. 2. Tot hier. 5, 6, 7, 8 en 1. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben je hier? Ja? Ik twijfel een heel klein beetje over de telling. Dus wat doe ik dan altijd, jongens? Op de muziek! Ja, komt-ie! Fijn dat het is gelukt, Anne. Super! Oké, schrik niet van de snelheid. Alles komt goed. Ja! Kijk, daarom had ik de muziek dus even nodig. Je bent uitgekomen uit je barrière. Je springt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 7, 8. Ja? Nu kom je naar voren. 1, 2. Je gaat met hetzelfde been als je arm naar voren stappen. 2. Dan maken we een plié. Plié. En je gaat twee handen achterlangs nemen. Boom. Tak, tak, tak. Deze kennen we een beetje uit de opwarming. Ja? Hier zijn wij. Plié. Gooi over de tafel. Draai hem rond. En. Vanaf het begin. 5, 6, 7, 8 en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan zijn we achteruit gekomen. Vragen? Eventjes spieken. Nee, ik zie wel leuk, Jasmina en Celia, dat jullie meekijken. Ik hoop allemaal meedoen, hè? Allemaal meedoen, hè? Ook als je nu twijfelt en denkt, gewoon doen. Je bent toch lekker in je eigen woonkamer, dus het kan allemaal. Yes? Laatste keer langzaam, keertje op muziek en dan gaan we een stukje verder bouwen. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spring 1. Draai rond, sjoep, zwiep, hang achter en de 1, 2, plié, hop, rond, 6, 7, 8. Ja, het echte tempo. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, ha, ta, ta, en zwiep, zwiep, plié, hop, rond, 7, 8. Proberen? Komt-ie, we gaan lekker gewoon een aantal keer op muziek en daarna ga ik nog een stukje verder bouwen. Vragen stellen mag, duimpje sturen mag, hartje sturen mag ook zeker en dan gaan we lekker aan de slag. Komt-ie! Heartless. Ha!
Was dat een piepstemmetje? Dat is mijn piepstemmetje. Mijn enthousiaste... Mijn piepstem. Ja! Dus, als laatste hebben we gehad... Moet ik even goed zeggen. Rijk. Plié. Je hebt hier een kleine verlenging, hè? Hop. Plié. Gooi. Draai. Rond. En. 1, 2, 3, 4. Het is eigenlijk vooral je schouder, maar je elleboog komt automatisch een beetje mee. Daarna zwemmen we. Je stapt opzij. Zwem. Haak in. Vanuit hier gaat het been dat in is. Achteruit. Lang. Hallo, balans. Ja, jongens, ik heb ook even geen les meer gehad. Ja, ja, ja. Gooi. En neer. En dat gaan we doen in een sprong. Dus je was hier klein. Voep. En lat. Het been gaat lang uit. En die landt ook lang. Ja, dus trek hem niet uit in. Nee, lang en lat. Armen zetten af. Voem. En neer. Waar kwamen wij vandaan? Schouder. Schouder. Zwem, haak in. Spring en lat. Nog een keertje. Ik krijg allemaal hartjes. Allemaal hartjes, gelukkig. En schouder, schouder, zwem, haak in, jump en land. En probeer nu echt even dat been te strekken, hè. Dus daarom zorg dat je ruimte hebt. Gooi geen vazen om. Je drinken niet te dicht in de buurt. Yes. 6, 7, 8 en poem. Ha! Yes. Het hele stuk. 5, 6, 5, 6, 7 en de 1. 2, 3, 4, 5, 6. Waaier. Spring. Scherpe draai. Vol. Hang uit. Rijk. 1, 2. Plié. Hop en draai. 6, 7, 8. Schouder en schouder. Nu zwem. Haak in. Jump. En land. Proberen. Komt-ie. Jongens. Kunnen we nog een stukje erbij? Ja? Let's go. Komt-ie. We hebben gehad. Zwem. Haak in. Ja, het is een extra lange live les vandaag, jongens. Sorry. Zwem. Haak in. Spring lang. Land. Je gaat nu om de bocht duwen, alsof je een gordijntje aan de kant duwt. Duw om de bocht. Handen komen weer binnen door. En rijk omhoog. Het verschil is met die eerste... Waar kwamen wij toen vandaan? Hier is het accent. Voem, ha! Dus die is heel erg scherp en heel erg snel. Deze daarentegen rijdt wel snel om de bocht, maar daarna rustig omhoog. En neem dan ook je focus mee omhoog. Ja? En van daaruit klik. Ellebogen. In je buik klap naar voren. Over je hoofd body roll. Stap links, rechts. Ja, vanaf de zijkant gezien, waar wij hier, klik, die komt in je zij. Deze is echt naar voren. Nu heel overdreven, body roll. Stap, stap, gooi. Maar we waren naar voren. We kwamen uit zwem, haak in, grote sprong, duw om de bocht, rijk omhoog, klik, klik, stap, stap. Gooi. Nu komt een ingewikkelde. En ik ga mijn best doen om op camera uit te leggen. Wat je doet, je draait zo meteen naar voren. Je benen sluiten in de lucht bij elkaar. Ja, dus die hebben even een momentje naar elkaar toe. Je bent hier, het gewicht is op je rechterbeen. Je stapt op links. Hop, hop.
en komt naar voren. Je draait dus in de lucht bij elkaar, maar zodra je gaat landen, schuif je uit en door. Je arm gaat je daarbij helpen. Die neemt je namelijk mee in een zwieper rond en naar voren. Kan zo bij het nationaal ballet, hè jongens? Tada! Nee, grapje. We zijn hier. Pararam, plié. Dus je gaat door op plié, rond en je eindigt heldhaftig. Yes? Dus, zwem, haak hem in, grote sprong, onder bocht, rijk lang, tik, tik, stap, stap, gooi overhoop. Zelfde arm en been, die zwiep door, voem, tot hier. Daarna nog eventjes het kleine staartje eraan, gaan we terug, want het gewicht komt hier naartoe. We gaan terugdraaien, in plié. Je andere been is opzij, gestrekt. Plaats je hand op je schouder en deze is er ver van af. Plak hem dus niet vast, ruimtelijk. Yes, dus. Zwem. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, klik. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We zijn er bijna. Even dit stukje snel op muziek. En daarna gaan we echt het einde eraan bereiden voor vandaag. Ready? 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jump. Draai rond, rijk op, zwiep je been. Hang uit. Nu 1, 2. Hop, draai rond. 6. 7, 8, een schouder en een schouder. Nu zwem, haak in en jump en land, draai rond. En tik, tik, stap, stap. Gooi, rond, naar voor, draai door en. Eventjes een kleine tip. Zodra je hier gaat draaien, breng je jezelf zo snel mogelijk in deze vorm. Maar haal je hierop een klein beetje van de grond. Want zodra je die neerzet, heb je een rem. Ja, als je houdt het gewicht op je voorvoet. En zodra je hier al neerzet, heb je daar je rem. Zullen we hem proberen? Ik heb één vraagje. Eén vraag. Robin vraagt, zelf de hand draait die je ook gestrekt hebt. Zelf de hand draait. Even nadenken. Ik denk misschien met die sprong. Ja, dus als je de sprong hebt, ga ik met dezelfde arm en been. Die eindigt voor. En die is hier dus eigenlijk al lang. En van daaruit neem ik hem lang mee. Hier, dus de enige beweging die ik nog maak is dat ik hem ietsjes meer open trek. Ja? Laten we het gewoon even proberen. Komt-ie. Schud een klein beetje los, niet te veel spanning in je lijf. Gaan we. 5, 6, 5, 6. Je hebt een klein presenteermomentje, boem. En je stapt
op het been dat lang is. Baat. Dus hij komt erin. Baat. Je andere arm. Ik had hem net een beetje ongemakkelijk. Die laat je gewoon vallen. Yes. Dus je bent hier. Voem. Bounce. Plie. Je neigt een klein beetje meer opzij vanuit hier. Ik noem het niet voor iets een bounce. Ga je erin. En je golft tussendoor lang. Ja. Dus de beweging is hier. 1. Bounce. En lang. En op het moment dat hij daar lang gaat. Volg je hem met je focus. Hou je hoofd niet te laag. Maar denk eerder kin omhoog. Schuin richting plafond. Ja, zodat je een duidelijk profiel krijgt. We zijn hier. Langzaam. 1. Oh, hij gaat bovenlangs. Vandaar dat ik een waaier wilde maken. Bovenlangs. Bounce. Duik. En. Nog één keertje voor de juf. 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. Ja, het gewicht is dus helemaal opzij. Je kijkt schuin mee. Nu. Ga je in je benen en in je bovenlijf. Bijdraaien. En gaan we deze sweepen. 1. Bij 2 komt hij omhoog. Je handpalm is naar jezelf toe. En alsof je iets tot je neemt. Boom. Tak, 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 tak. En dan val je een heel klein beetje uit. En of je nou 4 stappen zet. 36, 44. Dat maakt me allemaal niet uit. Het idee is wel dat je vanuit je doorslikmoment gaat vallen. En jezelf weer opbouwt. Lang verhaal kort. We hadden gehad. Hier. Yes, ready? Klik, klik. Groot. Stap, stap. Rij. Chassé. Naar voor. Rij rond. Zwiep. Bounce. Lang. En 1, 2. Tak, 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 tak. Als ik ook naar mijn focus kijk, die is hier schuin hier naartoe. Hij is er eigenlijk tussendoor en vanuit hier neem je je focus mee omhoog. Slik het door en loop ermee weg. Ja, laten we een keer rustig door het hele ding heen lopen. Snel door het hele ding heen lopen. En dan gaan we gewoon doen en doen. Komt-ie. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Spring. 1. Kruis 2. 3. 4. Zwiep. En 7, 8. Hang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is even een soort fade-out tussenmoment van waaruit we hem weer op kunnen pakken. Zijn er vragen voordat ik hem sneller ga doen? Jullie hebben 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geen vragen. Top, dan gaan we lekker verder. 5 en de 6. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, drop. En waaiers linken doordraaien. Door, op, omhoog. Hang uit. Zwiep 1, 2. Ha, rot. 7, 8 en schouder. En schouder. Nu zwem haak in grote sprong. Draai rond. En. Stap, stap. Jump. Daarvoor. Kijk hier. Draai rond. Plie. Bounce. Lang. 6, 7, 8 en 1, 2. 5, 6, 7, 8. En ik weet dat jullie vinden dat ik heel geweldig kan zingen. En goed hardop kan tellen. Maar toch gaan we lekker op muziek. Ja, krijg yes. Oh mijn god, wat een energie, Amber. Lekker hè? Komt ie, jongens. Klaarstaan. Snel een slokje water. 5, 6. Yes, drop. Go, jump. Hey. Ha.
Nu groot. 1, 2, jump. En ha. Ja, ja. Hoor, dat ik. En hop. Zo. Lang. Ja, goede oefenronde. We gaan gewoon nog een aantal keer. Komt-ie. 5, 6. Laatste kans. Zijn er nog ergens vragen? Dan kan ik die nu nog beantwoorden. Anders gaan we nog twee keer doen. En dan zit het erop. En blijf stil. Dat is mooi. Dan doen we hem nog twee keer. Kant-ie. Wel even op het mooie stukje muziek natuurlijk. Anne, je kan het. Gewoon een paar keer herhalen en dan komt het echt goed. Vijf, zes, go! Helemaal goed, we gaan hem als afsluiting nog één keertje volle bak doen. Daarna hebben we nog lekker een cooling down en dan hebben jullie er gewoon een les van een uur op zitten, jongens. Supergoed. Yes? Laatste keer, verzamel even alle energie vanuit je tenen. En dan gaan we aan de slag. Yes? Komt-ie. I'm not a darling.
Hoe heet het liedje, Amber? Speculate! Maar hij staat, sturen. Ja, en hij staat ook op onze Spotify, UC Dance Modern. Komt ie, de laatste keer! Ik voel het nog één keer, hè? Eén keertje. Wat moet ik doen? Ik moet op de tijd letten. Op de tijd, daarom. Eén keer en dan moeten we hier weg namelijk. Let's go! Dus als je nog denkt, ik had hem net niet helemaal onder de knie. Alles komt goed en je kunt hem terugzien. Voor nu, ga lekker zitten. Ik ga de goede muziek erbij pakken. En dan gaan we even de energie mee omlaag brengen. Komt-ie. Vera zegt, ja, net zoals woensdag hebben we ook altijd tijd tekort. Ja, Vera, ik ken het. Amber heeft hetzelfde als ik. Korte koeling down voor vandaag. Adem in de rijkop omhoog. Buig je benen, streng je vingers in elkaar. Maak je even helemaal lang. En in dit geval nog je schouders omhoog. Je ribben uit, alles wat nooit mag. Mag nu wel een keer. Laat je armen vallen. Laat je hoofd zwaar worden, rol op omlaag. Hang uit naar voren, pak je elleboog op beet. En weer zachtjes heen en weer. Laat je armen vallen. Buig je benen, schuif één been voor naar achter. We doen allebei de kanten, dus het maakt even niet uit welke je nu hebt. Zorg dat je knieën recht boven je enkel is, je achterste been goed weer weg. Laat je hand stevig en twist naar je been toe. Krul omlaag, laat je hand. Stap naar neerwaarts, rond je jezelf lang. En wissel van been, stap naar voren. Check weer, knie boven mijn enkel, achterste been ver weg, rug breed. Laat je hand goed stevig en twist naar je been toe. Terug omlaag, duw jezelf langs. Buig je benen, spring naar voren. Kom op je benen zitten. Open je benen in een tweede positie. Zorg dat je hier vooral rechtop comfortabel kunt zitten. Voeten los, benen los. Je rijdt opzij, één hand in, ander over. Open je oksel richting plafond. Adem in via binnen. En wisselkant. Adem in op omhoog. Maak jezelf eerst lang. Denk op en over. Kantel naar voren. Even terug. Pak je goed mee.
Blijf laat, wandel naar 1 mee toe en twist. Dankjewel voor het kijken, want waarschijnlijk gaat hij zo stoppen met zijn live uitzenden. Morgen doet Kai een hip-hop easy. Dus kinderen, tieners, volwassenen, iedereen kan lekker meedoen om 4 uur. Zien wij jullie dan? Zou wel heel leuk zijn. Doei doei! Dankjewel voor het meedoen allemaal! Doei doei!